Bekerfinale 1978, Olympisch Stadion, Ajax AZ. Overkap. Dat doet ze van Tamata. Van Marwijk. Richting Van Rijnsoever. Hier is Van Rijnsoever. Ja, dat was het wel. De goal is van Henk Van Rijnsoever. De man die eigenlijk bij AZ 67 het meest in aanmerking kwam om vervangen te worden. Maar hij kan scoren naar de voorzet van Marwijk en de fout van Lerby die onderuit ging. 1-0 voor AZ 67. Kijk, ik heb me zo weinig herinneringen van dit. Hans Kraaij, ik wist niet eens dat hij de trainer was, man. Ja, als je een beker wint, dat is een prijs. En je wint tegen Ajax. Dus dat is eigenlijk dubbel, want Ajax AZ is een... ja, dat is toch een clash voor Noord-Holland. En als je die dan wint, is het natuurlijk slagroom op de taart, hè. De kers op de slagroom, hoe je het ook noemen. Schoenakker moet zelf, maar Geel staat buiten spel. En er wordt terecht voor gevlacht tegen Floten. Het is gedelete, geloof ik, op een of andere manier. Ik heb geen idee dat we daarachter kwamen met 1-0. Wat afgekeurd ook al is, weet ik, ken ik me niet meer in. Daar komen dan de spelers van AZ 67. AZ dat dus opgericht is op 10 mei 1967. En bijna 11 jaar later lukt het de club toch om nationaal en ook internationaal mee te draaien. Er werd toen door de molenaar zijn 5-jarenplan uitgestippeld. En dat is dan ook uitgekomen ook. En als je dan binnen 5 jaar de beker pakt, kampioen wordt. 3 keer de beker pakt en kampioen wordt. Ja, dan dat is natuurlijk fantastisch. Aan voor de Willem van Aalegem. Gefeliciteerd door Jaap van Praag van Ajax. Ook door Sjaak Hogewoning. En hier staatssecretaris van CRM, Wallis de Vries, overhandigd. Ja, dat was de eerste prijs, jongen, voor AZ. Het zijn de laatste beelden uit het Olympisch Stadion, waar AZ 67 zijn gebruikelijke eerronde loopt. Hartstochtelijk toegejuicht door vele Noord-Hollanders. Mensen die AZ 67 in de afgelopen jaren van een klein provinciaal clubje tot een topclub hebben zien worden.